iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben off to the fitness. Het is 9:45. Dit is mijn outfit van Drop of Mind. Mijn legging, super schattig. En mijn workout top en deze crop top erover. Dat is allemaal van Drop of Mind. Heb ik pas gekregen, super leuk. Ik ben aan het denken als ik een trui ga aandoen, maar ik denk niet. Dag katjes. Waar is Sheldon eigenlijk? Ah, hier. Dag Sheldonke. Tot ziens. Dag allemaal. Tot ziens. Mijn elastiekje voor mijn haren heb ik. Ik ga vandaag benen trainen. Ik heb gisteren niet getraind en eergisteren armen en ik voel het nog altijd. Hey iedereen! Ik heb echt al van voor de fitness niet meer gevlogd, denk ik. Wij gaan fitnessen, dan hadden we een afspraak bij Vond Juwelen in Antwerpen voor een toekomstige collab. Wie weet, we zullen zien. Voor juweeltjes. En nu zijn we bij Carpe, kan ik zeggen. Carpe Clinic. Hier is Charlotte. Hey. Daar is Celine. Helemaal eenzaam en alleen. Hey. Hoe gaat dat hier doorgaan? Nee, denk ik. Wat is dat? Ik weet niet, er ziet er zo'n operatiekamer uit. Nee, niet daar. Operatie. We gaan operatie laten doen. Nee, nee. We gaan... ik ga een, wat is het nu weer al? Een chemische peeling laten doen. En Celine een Affinity of zoiets. We weten nog niet juist wat het is, maar we gaan zien. Spannend. Oké, Celine is klaar met haar Affinity. Kijk, goed gegaan. En nu ga ik voor de peeling. Dat is eigenlijk om mijn huid ook een beetje te vernieuwen. En misschien ga ik afvallen. Rood worden daarna, maar dat zullen we daarna zien. Maar zelfs gaat niet echt heel veel verschil zien in mijn huid. Oké, okay, mijn peeling zit erop. Dit is hoe mijn huid er nu uitziet. Maar mijn huid is wel redelijk clean en oké. Maar dus het kan zijn dat ik nu van de peeling goed ga vervuilen. En ik moet goed zonnecrème smeren. Dat is heel belangrijk. Op deze manier is eigenlijk zo de huidoppervlakte een beetje verwijderd. Waardoor dat ik meer jonger ga uitzien in de toekomst. En mijn huid zich zo gaat vernieuwen. Ik ben terug thuis van de facial van bij Carpe. Ik hoop dat jullie me kunnen horen, want er komt net een trein voorbij. Even heel hard moeten haasten, want we stonden in de file richting thuis. En we gaan nu, amai, het waait. We gaan nu naar Foodmaker, naar de opening van Foodmaker Hasselt. Dus wat wel heel leuk is, is dat wij kunnen wandelen naar daar. Ja, dat is vlakbij, hè. Maar wat wel dan dingen is, ik heb mijn hakkenschoenen in de hand. Want ik wil mijn hakken aandoen, maar dan ga ik zelfs doen. Want anders kan ik niet wandelen. En ik heb vandaag mijn benen getraind. Dus ik voel dat nu al keihard. Oeh, ik ben ineens heel donker. Ik denk dat ik alles over de chemische peeling had gezegd. Ik ben heel benieuwd als ik ga afvallen in mijn gezicht, ja of nee. Wat is dat de bedoeling? Bij sommigen gebeurt dat en bij sommigen niet. Maar bij de afvallen. Meerderheid gebeurt dat wel. Ah, okay. Ja, dat is eigenlijk een peeling wat je huid vernieuwt. En als jij heel veel oud vel op je gezicht hebt. Ja, als je heel veel oud vel op je gezicht hebt, dan gaat dat eraf. Ja. Ja. En aangezien dat ik niet heel veel scrub,
betekent dat wel eens dat ik heel veel oudvel kan hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Zoals je morgen vroeg wakker wordt naast mij. En ik heb allemaal losse vellen op mijn gezicht hangen. Niet panikeren. Je weet wel wat. Ja. Oké, we gaan wandelen. En we zien jullie daar. Hallo, het is de volgende dag en ik ben op kantoor met deze twee peoples. En Celine was er ook, maar Celine is net door. Ik ga nu ook door, maar ik besefte mij dat ik de vlog gisteren ben vergeten af te sluiten. Dus bij deze gaan we de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, doe zeker thumbs up. Ja, mijn Siri springt de hele tijd op, hè. Gisteren zei hij tegen mij, friet, ik weet niet wat je bedoelt met friet. En toen dacht ik, hè, what the fuck? Hoe gek is dat, ja. Hij springt de hele tijd op, ik weet niet hoe dat komt. Maar dus, tot morgen!